Tooske Ragas staat voornamelijk bekend als presentatrice, maar heeft ooit de planken betreden in de wereld van musical met haar rol in de Drie Musketeers. Na deze theatrale escapade heeft Tooske echter niet meer deelgenomen aan een musical en deze keuze is heel begrijpelijk. Het leven nam al snel een andere wending, want kort daarna kreeg ik kindjes. In het muzikaalvak ben je simpelweg zes avonden per week op de planken en dat bleek een lastige combinatie te zijn. Daarnaast was ik maar liefst drie keer negen maanden zwanger. Dus dat maakte de uitdaging niet bepaald eenvoudiger, onthult Tooske in een interview met Party. Het is een feit dat het moederschap en een carrière in de musicalwereld lastig samengaan. Bovendien heeft Tooske geen specifieke opleiding gevolgd tot musicalartiest, wat haar keuze om zich weer op het presenteren van programma's te richten, nog begrijpelijker maakt. Die ene musical was een leuk uitstapje, maar het was niet mijn kernactiviteit. Na die ervaring heb ik me opnieuw volledig gefocust op het presenteren van programma's. Het was een bewuste keuze om mijn professionele leven in lijn te brengen met de verantwoordelijkheden van het ouderschap, benadrukt Tooske. Terugkijkend op die periode beschouwt ze de musical als een interessante zijweg, maar niet als de hoofdweg in haar carrière. Haar veelzijdigheid als artiesten en moeder komt duidelijk naar voren in de afwegingen die ze maakte en de prioriteiten die ze stelde. Tooske Ragas blijft een bekend gezicht op televisie, maar de herinnering aan haar theatrale avontuur voegt een kleurrijk hoofdstuk toe aan haar veelzijdige carrière.